Ja, Volendam regelt zijn zaken zoals gewoonlijk uiteraard zelf. We hebben het over het soms zo droeve bestaan in het betaald voetbal Jupiler League. Haarlem failliet, Veendam in de problemen. Maar FC Volendam krijgt steun van de 6 echte grote zonen van het dorp. Shirtsponsor de Votown All-Stars. Jan Smit, Nick en Simon en de drie J's. Welkom, we doen dit met z'n tweeën, Giel. Want ja. Er zitten zoveel mensen aan tafel dat we naast elkaar zijn. De eerste vraag is aan jou. Jan, heb je echt zoveel geld te veel dat je het gewoon in een bodemloze put stopt? Goed, Giel. Nou, nee, dat eigenlijk niet. Wij doen dit met z'n allen. Dus jullie hebben allemaal, geld overschot. Nee, we doen dit omdat, omdat het een moeilijke tijd is. Ten eerste om sponsors te zoeken. Vooral als je kijkt wat Volendam op dit moment doet. Ze staan 14e. Dat is eigenlijk heel slecht. En omdat we ook graag als Volendammers iets voor Volendam willen doen. Maar kunnen jullie niet beter gaan zolang ze op een andere sport gaan richten? Nou, als je dit seizoen bekijkt, dat zeker. Maar er komen altijd betere tijden. Maar jullie geven een concert en de baten van dat concert gaat allemaal naar de Club Volendam. Alles. De horeca, de entree, maar je zou ook kunnen zeggen, als dat de macht is en het stadion zit absoluut vol als jullie optreden, en er komen ook nog wat gasten bij, 4-5 keer per jaar zo'n concert, koop je een hele nieuwe voorhoede. Je kan echt doen wat je wil. Jullie hebben veel meer macht dan je denkt. Nou, neem het serieuzer dan tot nu toe. We willen volgende week niet naar buiten brengen. Maar het is wel zo. Het zou wel zo kunnen, ja. Wie van jullie zit jij zit wel eens op de tribune, zo vaak je kan, geloof ik zelfs. Ja, ja. Een aantal van jullie interesseert het geen bal. Ja, of die moeten werken. Dat is een verkapte manier om te zeggen dat het hem geen bal schept. Jongens, Volendam hebben al een paar keer zelfs Giel en ik geprobeerd. Wat is de magie van het dorp? Gaan we niet nog een keer doen. En de artiesten en de voetbalclub. Hoe is het mogelijk in zo'n klein dorp? En grote sterren. Gerry Muren. Ik denk de grootste voetballer aller tijden die ooit bij Volendam gevoetbald heeft. Zijn jullie dat met me eens? In ieder geval de meest technische voetballer. De meest technische voetballer. Nou, ik zou Wim Jonk ook niet wegkwatten helemaal. Nee, ik wil hem niet wegkwatten, maar ik kies voor Gerry Muren. Maar jij kiest dus voor Wim Jonk. Nou, je zegt qua techniek. Ik denk dat Wim Jonk qua techniek heel goed in de buurt komt bij Gerry Muren. Waar woont Gerry Muren? Weten jullie waar die woont? Dat is mijn buurman. Is dat jouw buurman? Ja, natuurlijk. Nee, maar hoe gaat het in zo'n dorp, jongens? Als wij, ik ben in Amsterdam, dat is een grote stad. Dus je loopt niet altijd langs het huis van iemand die je bewondert. Maar als je dat doet, dan knik ik altijd even. En loop ik weer door. Ja, nou, ik heb tot mijn 15e niet geweten dat de man zo'n goede voetballer geweest was. Dat is toch niet mogelijk? Ja, ik heb niet zoveel met voetbal. Nee, maar je ouders zeggen toch wel, die buurman van ons, die daar het gras staat te maaien, dat is de grote Gerry Muren. Ik maak een beetje gein. Nee, want zo zijn ze niet in Volendam. Ze gaan niet zeggen van dat is de grote Gerry Muren. Gerry Muren is gewoon een ontzettend goede voet. En trouwens, Gerry Muren is zelf de meest bescheiden man van het hele dorp. Dat klopt, dat weet ik. We hebben een prachtig beeld van Gerry Muren. Voor alle jongste kijkers, hij hield ooit in het Bernabeu-stadion uit tegen Real Madrid een balletje hoog. Dat was een belediging voor de tegenstander, maar wij vonden het prachtig. En later werd hij, toen was hij inmiddels wat ouder, hier in de Watergraafsmeer, op de Gerry Murenbrug, werd hij gefilmd balletje hoog houden. De grote Gerry Muren. Giel? Oké. Ik nam die bal op mijn voet, wachtend op Ruud Krol, die op mijn hoogte zou komen om de bal mee te geven. Ik gaf de bal mee aan hem en hij gaf een voorzet. En het was een fantastische aanval. Nu doe ik de boodschap in Volendam met de bal. Ik slaap ermee, ik loop de trap op naar boven, douche. Ik kan niet meer buiten de bal. Zo ga ik van Amsterdam naar de Gerry Murenbrug, naar de Bedebeehof, Marken, Monnikendam. En ga ik zo naar Volendam terug. Het is toch niet te geloven. We hadden een keer een jongerendag bij ons op het dorp. En met allemaal ventjes zaten we om Gerry Muren heen. En we mochten allemaal vragen stellen. En een van de vragen was, kun je het ook met een tennisballetje? Dat was een van de eerste vragen. Dus hij kreeg een tennisballetje en begon vragen beantwoorden de weg te hoog houden. En na 5-6 minuten zegt hij, jongens, geloven jullie het nou? Om maar aan te geven hoe technisch die man is. Is dat niet te geloven? Als hij heeft 3 Europa Cup 1's gewonnen. Was gewoon een international. Als je dat in Italië bent met zo'n staatsverdienst, word je in elk restaurant word je op een schild geheest. En dan ga je door, weet je wel? Bedoel, nou, we halen hem ook 1 keer per jaar op. En dan houden we hem met z'n 6. Ja. Was het maar waar? Dat zie je hem. En dat is in Volendam natuurlijk helemaal niet aan de orde. Piet Veerman. Mag ik eens een andere naam noemen? Ook een goede voetbal. Een geweldige zanger, toch? Ja. Is dat een van jullie? De godvader van de paalexamen. Ja, is het de godvader van de paalexamen? Ik hoor dat graag, hoor. Meen je het? Zeker weten. Ja, ja, ja. Weet je ook waar hij woont? Tuurlijk. Ja, wij kennen hem heel goed. Wij hebben met hem opgetreden. Hoe gaat het met hem? Ja, sorry, ik overval je met Piet. Nou, nee hoor. Ik weet niet hoe het met hem gaat. Ik zie hem altijd in de auto. Hij heeft afgelopen week, vorige week, met zijn kleindochter. Met zijn kleindochter opgetreden in een grote zaal in Volendam. Ja. En het was een groot succes. Hij kan het nog. En als jullie zeggen de Godfather, wat ik mooi vind, ben je dan ook schatplichtig aan hem? Heeft hij iets waar je nog iets van leert? Of wat maar zij maken niet echt palings aan. Nee, dat weet ik wel, maar laat mij nou even. Oké, sorry. Het is dat kleine dorp waar ook Piet Veerman woont. Ja, ja.
Ja, dat vind ik geweldig. Het is gewoon de stem waar het allemaal mee begonnen is. Precies, we gaan even naar Piet Veerman luisteren. En dan mag jij, Giel. Gek. Die galm, Giel. Nu gaan jullie muziek maken, jongens. Ik wou jullie uitdagen. Jullie zitten vaak in deze samenstelling aan een cafetafel? Gebeurt. Aan een cafetafel minder, maar we zitten wel vaak zo aan een tafel. Maar meestal om te overleggen wat we gaan doen. En dan zingen we liedjes. En nu hebben we bedacht, we beginnen gewoon met jullie, met de 3D's. En dan pakken we over. Als een soort jam session. We hebben er een hele medley van gemaakt. Neem me niet kwalijk. Ja. Jullie beginnen? Ja. Twee, drie. Van jou is er maar één, maar één, maar één. Leef nu het kan, praat met Jan en oude man. Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het voort, zodat iedereen. Even het rondje, dit was het clublied van Volendam. Ja, hoeveel is Volendam gaat geschreven door de vader van Gerry Muren. Zeg ik goed? Klopt. Ja. Volendam staat nu 14e. Volendam eindigt als 13e. Oh, 13e. Zeer positief bedacht. Nee. Ik kijk gewoon naar de ranglijst en er valt niet heel veel meer uit te halen. Oké. Ja, ik concentreer me even op de periodetitel. Hè. Nick, die ze eigenlijk ook al niet meer pakken. Nick, daar staan ze steeds op 7e. Ik weet er niks van. Ik denk net in de periode. Is er even een top muzikaal? Is er enige? Dat is een mooie goal, jongens. Jacques Tijp tegen Ajax in de beker. Heel lang. Ga verder, Mopijs. Is er één? Jullie zijn een vriendenclub, Volendam. Toch, het is ook een beetje een wedstrijd, muziek maken. In de top 40 komen te staan. Die best verkochte single hebben of CD. Jan was natuurlijk de koning, lange tijd. Toen kwamen jullie. Daarna kwamen jullie. En ik heb het gevoel, ik hoor jullie zo vaak allemaal op de radio. En met plezier zeg ik bij. Niet bij Giel, hoor. Draaien ze niet? Nou, Jan is de laatste plaat is lastig. We hadden het er net nog even over. Dat is inderdaad wel heel erg groen, papa en tralala. Ja? Maar de 3J's, daarvan heb ik al gezegd. Jongens, ga weg uit Volendam. Want jullie worden gewoon met die gasten één gemaakt. En dat vind ik zonde. Want? Nou ja, wat de 3J's maken is zoveel meer popmuziek. Nou, doe er wat aan. Ja, nee, je gaat verhuizen, zou ik zeggen. Verhuizen uit Volendam, dat gaat niet, jongen. Dus de 3J's, want de hiërarchie is nog steeds Jan 1? Als het gaat om... Nee, om echte verkoop, dat weet ik niet. Nick, Simon en Jan, dat ligt... Close, hè? Dat ligt close. Maar goed, dat vind ik muzikaal gezien ook meer bij elkaar passen dan de 3J's. Dat heeft veel meer aan popsound. En daar moeten we hier gewoon aan de lijn tussen. Oké. Een muur. Nou, volgens mij zitten we al... Jongens, mag ik jullie danken. Dank voor jullie komst, dank voor het lied. En... Volendam vooruit! Dat is het.